Afgelopen week deden ze wel een heel bijzondere ontdekking in het Oertijdmuseum in Bokstel. In een van de dino-eieren ontdekten ze een embryo. Omroep Dommeland Nieuwsflits. Wat betekent die ontdekking voor de wereld? Nou, dat betekent dat we dus wereldwijd een extra embryo erbij hebben, een dinosaurus embryo. En dit gaat ons dus meer vertellen over hoe die ontwikkeling van dinosaurussen in het ei tot stand kwam. Hoe oud zijn de eieren? De eieren die we nu gescand hebben zijn tussen de 70 en 100 miljoen jaar oud. We hebben er nu de eerste 15 van de dinosaurus eieren gescand. En we hebben er nog 182 hier in het depot liggen. Dus die gaan de komende maanden door de scanner heen. Wat we hier zien zijn twee dinosaurus eieren die we in het Jeroen Bos ziekenhuis hebben gescand. En in dit grootste ei, daar hebben wij dus de embryo's in aangetroffen, het embryo in aangetroffen. Van wat voor soort dinosaurus is dit een ei? Ja, dat is dus het leuke. We weten niet precies van welk soort dino dit ei is. Wat we dus hopen is dat we deze botjes kunnen dateren en dat we kunnen zeggen van welk dier dit is geweest. En dan kunnen we dus ook al die eieren eindelijk plaatsen. De eieren die we nu hebben, die komen uit Mongolië, Frankrijk en Spanje. En nu gaan we dit jaar naar Amerika toe, naar Wyoming, waar we ons eigen stuk land hebben van 100 vierkante kilometer. En daar hebben we ook eierschaaltjes gevonden vorig jaar. En nu gaan we dus dit jaar terug om die hele berg af te graven, om het hele nest te vinden. Wat gebeurt er met de eieren waar jullie delen van een embryo in ontdekt hebben? Ja, dat ei dat komt nu in de expositie te staan. Dus mensen kunnen dat komen bekijken hier in het museum. Maar we laten hem wel heel. We gaan hem niet zo schoonmaken zoals hierachter gebeurt. Want dat is zonde. Want ja, dan kunnen we informatie verliezen. Omdat je deel van het ei wel kapot moet maken daarvoor. En als er genoeg embryo's zijn? Dan ook nog niet. We willen niet dat er dadelijk over 40 jaar gezegd wordt, ach, hadden ze die eieren maar compleet gelaten. Want nu kunnen we met nieuwe technieken zoveel meer dan dat ze nu kunnen. Dus we willen zo conservatief mogelijk met deze informatie omgaan. De eieren zijn al soms al 30 jaar hier in het museum. Maar ik deed een onderzoek naar een dinosauruswervel waarvoor een CT-scanner nodig was. En dit is eigenlijk bijvangst. Die heb ik gewoon meegenomen omdat er nog tijd over was bij die CT-scanner. Nu het nieuws eenmaal goed in Nederland is doorgedrongen, wat merken jullie daar nu hier dagelijks van? Ja, we krijgen nou wel wat aanvragen van mensen die denken dat ze een dinosaurus-ei hebben gevonden in de achtertuin. Dan moeten wij helaas dan vaak zeggen, helaas, het is toch gewoon een rivierkei. Kom maar in het museum kijken, kijk maar eens hoe er een echt uitziet. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat mensen de ogen open houden, dat niet gemist wordt. Zou het kunnen dan? Ja, in Nederland vinden we eigenlijk geen dinosaurus-eieren. Daar zijn de lagen te jong voor. Maar in Frankrijk bijvoorbeeld, als je daar aan het wandelen bent in de natuur, dan zou het wel eens kunnen in de Pyreneeën dat je een dinosaurus-ei tegenkomt.